In 2014 werd in Millingen aan de Rijn de beweegtuin geopend op Sportpark De Hove. Vanaf dag 1 zijn twee groepen senioren actief in de beweegtuin op woensdagmiddag en donderdagochtend. Wij hebben enkele van hen gevraagd wat het succes is van de beweegtuin Millingen. Nou, wij komen en dan moeten we eerst de warming-up doen. En wat doe je dan met de warming-up? Ja, we hebben allemaal bewegingen, verschillende bewegingen. Met de bal gooien en om de, heet het, dingen door. Van allerlei dingen. Ja. En daarna, als jullie dat hebben gedaan? Ja, dan gaan we naar de toestellen toe en zo. Ja. Dan gaan er ook een helft gaat dan naar de buikspieroefeningen. En wij gaan dan hier weer bergen van, heet het, rondje lopen. Ja. Wandelen, ja. Ja. Okay. En daarna? En dan gaan we allemaal koffie drinken. En dan is het zover. Gezellig bij elkaar zijn, ook, het scheelt ook een hoop. Ja. Dat je andere mensen ziet. En dan, ja, klaar. Dat is ook gezellig, hè? Ja, dat is ook belangrijk. Ja. Ja. Samen zijn, hè? Met elkaar ontmoeten. Ja, ja. Dat is en, zo. Ja, fijn. Ik vind de toestellen heel erg fijn om te doen. 2 jaar terug, op 1 november, toen het formeel het echte sporten hier begon. Ik ging met pensioen. Ik zocht dus wat bezigheden. En toen kwam dit op mijn pad. En dan ben ik gaan kijken en ik werd helemaal enthousiast. En zo is het begonnen. Nou, dat ik actief ben geworden, dat is op een gegeven moment gekomen dat ik helemaal uit het arbeidsproces was. Ik ben al 10 jaar thuis, maar ik heb dus nog 10 jaar op een taxi en schoolbusje gereden. En dan ben ik gezien mijn leeftijd, ben ik er nu mee gestopt. Dus ik doe een denksport en biljarten, maar dat is dus niet genoeg. Dus ik dacht, ik moet er wat iets bij gaan doen en dan ben ik hier terecht gekomen. Hoe ben ik actief geworden in de beweegtuin? Dat is eigenlijk gekomen doordat ik ontslagen werd. En toen dacht ik, ja, ik moet toch iets anders gaan in invulling voor de dag gaan zoeken. En ik hoorde van een vriendin over de beweegtuin. Die was net opgestart. En zij vond het hartstikke leuk, dus ik ben een keer meegegaan. Nou, ik was meteen enthousiast. En vanaf die tijd ben ik erbij. We doen eerst de warming-up. En dan, nu zijn we al zo'n grote groep geworden dat de groep opgesplitst wordt. Meestal in 3 groepen. En er gaat 1 groep gaat binnen buikspieroefeningen doen. 1 groep die gaat op het veld een balspel doen. En een andere groep die gaat bij de toestellen allerlei oefeningen doen. Rondje hardlopen om het voetbalveld. En dat wisselen we af. En we eindigen met een cooling down. Het is gewoon heel erg gezellig. We hebben hele leuke mensen waar we het mee doen. En hele gezellige coaches die ons ook heel goed coachen. Daar zijn we heel blij mee. Hoe ik het volhou? Ja, het is gewoon leuk. Want ik doe het op de woensdagmiddag en ik doe het op de donderdagochtend. Aanwezig zijn, meedoen met sporten en coachen wordt je ingedeeld. En van die beweegtuin is er ook een wandelgroepje ontstaan. En dat doen we ook nog op dinsdagavond. En dat is ook heel leuk. Nee, het is niet moeilijk om elke week hier te komen. Dat, in feite, mijn vrouw doet ook zoiets, maar weer bij de KBO. Oké. Ik doe het dan hier, dus donderdagmorgen, dat is onze gymmorgen. Dus. We doen het allebei, dus dat is wel fijn. Ja. Ja, het is gewoon, hoe ik het volhou is gewoon omdat het ontzettend leuk is. Wat ik net al zei, het is een leuke groep mensen, leuke coaches. En het buitensporten vind ik gewoon heel erg leuk. Nou, het leuke van de beweegtuin vind ik toch wel dat het een variatie is aan dingen die je kunt doen. Het is buikoefeningen, het is buiten aan de speeltoestellen. Ik noem het maar speeltoestellen. Maar, en die doen een balspelletje, dus het uur is, dat vliegt om. Oh!